een schat is Tineke Schouder. Tineke. Ja. Ah, goedemiddag. Goedemiddag. Altijd zo lekker om een Almeerse hier te hebben bij Omroep Flevoland. Ja. Het is gewoon de wetenschap. Woont in Flevoland. Ja, sinds 15 jaar woon ik in Flevoland. Ja, daarvoor met was veel plezier echt volgens mij ook. Ja, en Maartensdijk ook wel heb ik gewoon heel veel plezier. Ik vind het goddelijk in Almere, tenminste waar ik woon, zeg maar. Maar sowieso, ik zie heel veel mooie wijken. Dus ik heb de hertjes, de reeën, die lopen echt soms op 50 of 100 meter afstand. En zo zie ik ze staan, kijken ze me zo mooi aan. Denk, en dan zeggen ze, het kan in Almere. Maar er is wel heel veel veranderd in de afgelopen 15 jaar in Almere natuurlijk. Het is een steeds grotere stad aan het worden. Ja. Zeker. En ik moet zeggen, ook ideaal qua ligging. Ik bedoel, we zitten toch in een kwartiertje, 20 minuten in Amsterdam. Ja. En mijn andere dochter woont in Laren. Dan zit ik ook in een kwartiertje. En, het is echt... Was Almere toen een bewuste keuze? Een eerste keuze? Of had je eigenlijk iets anders? Wij woonden in Maartensdijk al 18 jaar. En eigenlijk 5 jaar te lang naar mijn zin. Want Maartensdijk, een schattig dorp. Maar mijn kinderen moesten helemaal naar Hilversum gebracht en gedaan. Ik was nog heel druk in theater. Dus het was heel onhandig. Dus ik was heel blij dat ik uit Maartensdijk wegging. En ik heb 5 jaar gezocht in de buurt Zeist. Daar kwam ik ook oorspronkelijk vandaan. Daar heb ik ook gewoond in mijn jeugd. Mooi. Ja, mijn ouders ook Doren en Driebergen hadden ze supermarkten. Dus ik heb er allemaal gewoond veel geweest. Dus daar had ik heel veel gezocht, maar veel te duur voor ons. En toen bleek ineens via vrienden van de school van mijn dochter... Piloten zitten er veel in Almere Hout en Almere. Dus die riepen, een stukje grond te kopen. En we kwamen er kijken, ik vond het gelijk prachtig. En het was heel goed betaalbaar. Want uiteindelijk voor de grond en het huis 15 jaar geleden betaalde. Ja, daar konden we in Laren, want daar heb ik ook heel veel gezocht... piepkleine huisjes voor krijgen. En nu een heel groot huis en heel mooi alles waar we... Ja. Maar dat is nu ook wel weer anders natuurlijk. Hè? Ook zo goedkoop niet meer Almere. Nee, Almere is zeker... we hebben goed reclame gemaakt voor Almere. Hè? Heb ik ook nog wel in tv-programma's. Ja, dat klopt. En het wordt inderdaad heel gewild gebied. Want bij mij in het wijk zijn verschillende huizen verkocht. En voor hoge prijzen. En, maar mijn dochter zelf, die in Laren woont, prachtig. Die zegt zelf ook, mam. Ze heeft lang ook nog daar gezocht. Maar toen waren net de goede huizen niet te koop. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Ja. Het is een beetje dubbel allemaal. Allemaal dubbel. Want dat is de naam van de titel van je 25e show. Ja, alweer onafgebroken heb je in het theater gestaan. Ja. Jarenlang, totdat daar opeens die corona-crisis om de hoek kwam kijken. Corona, de gooide roet in het eten. Want ik had echt in mijn hoofd nog één grote show. En echt een echt grote show. Uitpakken. En dan ben ik 40 jaar, precies 40 jaar in het vak. Show zou heten Magazine. Magazine, eigenlijk zou ik een magazine uit. Oh, een woordgrapje in de titel zitten, hè? Maar het was dan ook, ik zou een heel mooi magazine gelijk, 40 jaar. En dat was met een knipoog naar alle ijdelheid in het vak. Hè. Iedere zichzelf respecterende artiest heeft een blad, weet je wel, dat soort geteut. En daar had ik ook dingen voor geschreven. En dan hadden we ook een hele mooie poster, als een magazine zag het eruit. Maar ja, die ging niet door. Dus toen moest er wat nieuws verzonnen worden. Nu je dat zo vertelt, denk ik, je bent zo'n nuchter mens. Want je bent hier natuurlijk vaker, we hebben je vaker meegemaakt. Is de artiestenwereld wel iets voor jou eigenlijk? Ja hoor. Ik vind, ik bedoel, al die phony baloney die sommige artiesten uitstralen. Terwijl ik denk, met één hitje of één dingetje. Maar ik bedoel, het is ook een kunst. En voor sommigen is dat ook wel heel goed dat ze dat doen. Want daardoor kunnen ze ook wel weer een tijdje mee. Nee, maar voor jouzelf ook. Ik bedoel, alles hoort erbij natuurlijk. Hè? Jouw privéleven. Je hebt niet de makkelijkste start van dit jaar gehad. Nee, met je man. Mijn man, Dat wordt dan ook gelijk helemaal uitvergroot. Ja. En vaak ook met superlatieven. Dat je denkt, dat is helemaal niet nodig. Dat zeker hoort niet. Ook bij. Was dat vanaf het begin af aan al zoiets van dat je denkt van nee, prima. Ik was een heel verlegen meisje als kind en op mijn 8e een gitaar wilde ik hebben en ik wilde zangeres worden en ik was heel gevoelig op de ik deed de MMS, dacht dan ben ik snel klaar, want ik was een vroege leerling, kan ik op mijn 16e beroemd worden, dacht ik al, met mooie liedjes. Ik trad ook op in die tijd voor de radio, Franse chansons, want Frans was mijn lievelingstaal en Hebreeuwse liedjes zong ik, naar aanleiding van de Rudy Karel show Esther Abraham Oferim. Dus ik liedjes van de Beatles, van Reinhard Mayer.
saai, eigenlijk al het Duits. Maar op school of zo liet ik me helemaal niet gelden. Was ik heel verlegen. Totdat ik met vriendinnen op mijn gemak, dan kon ik gek doen. En eigenlijk ben ik toevallig door mijn zanglerares, Ellie de Jong, die riep, er is een plaats vrij in het cabaret. Want ik kwam van school af en niemand zat op mij te wachten natuurlijk, als zangeres nog niet. Dus ik trad een beetje op in die werftheaters. Maar toen zei ze, ja, als je echt vast werk daarin wil hebben, moet je bij Hennie Oliemuller. En daar begon ik met de mooie luisterliedjes. Vergelijk het een beetje Martine Bijl in die tijd, weet je wel. Ja. Ik schreef ook Nederlandstalige liedjes. En ik vulde dat op daar, dat programma. Totdat de vrouw van Hennie Oliemuller de been brak. En zijn vrouw. En toen kan jij invallen. Ja, dat kon ik wel. Ook al die gekke types. En zo ben ik in het cabaret gerold, zeg maar. Het is je eigenlijk overkomen gewoon, het succes. Het is me overkomen cabaret, ja. Maar die typetjes, dat heb je eigenlijk nooit van tevoren bedacht. Nooit bedacht. Ik wilde echt mooie liedjes. En ik wilde echt zangeres worden. Vergelijk het met nu vandaag de dag een Miss Montreal of zoiets. Ja, ja. Gedacht, weet je wel. Ja. Zo, met maar gitaar. Hoe ontstaan... Ik ben favoriet is Beb Lachenbeck, hè. Zei ik net al eventjes tegen... Kun je een klein stukje Beb doen? Jochie. Beb is altijd een beetje teut en zo. Hè? Maar hij wordt maar gezellig hebben, of niet, Jochie? Dat lachje, dat is zo aanstekelijk ook. Maar misschien kennen jullie me nog, vind ik het leukst. Oh ja, kennen lullen me nog? Ja, kennen lullen me nog? Beb, Lachenbeck. Maar hoe ontstaat zo'n typetje als Beb? Nou, eigenlijk toen ik zat bij Oliemuller, maar later bij Bekien. Die deden natuurlijk altijd Utrechts, dus ik kwam daar Herman niet... Herman Bekien, heb ook 5 jaar gezeten. Overdag werkte ik trouwens ook altijd. Ik had gewoon een baan overdag en 's avonds deed ik dat erbij. Dus ik was niet professional nog, zeg maar. Uh-huh. Maar die jongens hadden het patent eigenlijk op het Utrechts, dus daar kwam ik absoluut niet aan. Maar toen ik eenmaal 3 jaar solo ging... En dat kwam eigenlijk omdat Bekien niet mee wilde naar het Jacobi Theater. Wat mijn man net helemaal had verbouwd. Dat had hij wel gezegd, daar gaan we staan met z'n tweeën. Last minute zei hij, nee, doe het niet. Toen zei mijn man, dan moet je alleen. Dus ik had die eerste show, geen Utrechts nog, tweede ook niet. Maar toen dacht ik, ik schrijf ook eens een Utrechts type. Want ik kon wel, ik had ook wel schoonfamilie die woonde in Hooggraven. En dat waren weer andere Utrechtse types. Met die armpjes over elkaar, zo'n beetje met elkaar lullen en zo, interessant, maar dat is meer verkeerde woorden en zo, weet je, alles verkeerd. Mijn zoon zit in zijn publiciteitsjaren, weet je wel dat. En die deed ik dan na, en daar is uiteindelijk Beb Lachenbeck uit. Maar het was een gat in de markt, want er waren er niet zoveel die Utrechts deden. Toen was dat ineens. Ja. Herman Bekien heeft zelf, dat waren toch mijn caravan. Ja, caravan. Plebs heb je nog gehad in de jaren 80, 70. Oh, is dat zo? Wist niet dat ik kwaad werd? Oh, wie zei kwaad? Wist niet dat je kwaad werd. Ja, dat was een pad. Dat ken ik toch wel, Maar veel Utrechts dialect wordt niet gebruikt. Nee, werd niet om gebruikt. Om populair te maken met typetjes ook. Nee, er is eigenlijk bijna niemand die dat doet. Alleen jij. Ja, en hij dan. Maar goed. Ja. Ja. Nee. Maar het was net in de tijd ook. Den Haag. Van uit, weet je wel. Ook Den Haag. Ja, dat was wel een mooie stap. De Duinen. De Duinen. Ja. Het is wel zo dat als mensen daar niet vandaan komen en ze gaan dat nadoen, is het nooit echt goed. Nee, je moet echt daar geboren en getogen zijn. Haags of Utrecht zijn. Je ziet het ook vaak in Nederlandse films. Dan moet het een Brabander of een Rotterdammer voor. Het is het altijd net niet. Nee. Maar goed, weet je dat... ik moet zeggen, ik bedien mezelf ook van heel veel accentjes, zeg maar. Het is niet alleen maar Utrechts wat ik in mijn show doe. Natuurlijk, als ik typjes heb, dan kan het ook Limburgs. Ja, maar bij een typetje vind ik dat wat anders. Als het een serieuze rol is die in eerste een dramaserie... op Waar gebeurt verhaal of u... dan vind ik wel, dan moet je echt mensen die daar in die klei hebben gezeten casten. Ja, bij een typetje ook. Ja, dat vind ik wel. Heb je wel eens missers gehad? Dat je dacht, die heb ik verzonnen, maar die werkt totaal... Oh, typetje bedoel je? Types. Ja. Oh. Ja, ik heb ook bijvoorbeeld wel zo'n kunstzinnig beetje chic type gedaan. En over kunst. En toen dacht ik, dat ding gooi ik er ook uit. En soms, ik heb eens de zus van Roy Donders gedaan. Die heb ik er ook uitgegooid. Onze Rian. Was Roy Donders. Precies. Ja. En soms zijn er van die types. Ik denk, dat komt niet echt helemaal lekker uit. Weet je wel. Maar laat je die dan toch tot het einde nee, van de show? Nee, dan gooi ik na 2-3 try-outs. Dan ga ik wat anders verzinnen. Denk dit eruit. En ik schrijf weer wat anders. Het is wel lekker als je natuurlijk alles zelf schrijft. Dat je gewoon ook... de regie in handen hebt. Ik bedoel, ik kan per avond ook wel eens tegen die jongens zeggen... even mijn muzikant, ik doe dit even niet. Want ik vind dat toch niet zo leuk. En dan doe ik even wat meer van dat. En dan, ben je lastig voor jezelf? Ik denk het wel als je tweeling bent. Als ik het een beetje waar we het net over hadden...
Soms wel. Je vergt wel het uiterste van jezelf. Ook dubbel. Ja, soms verg ik het uiterste. En tegelijkertijd kan ik ook wel eens heel makkelijk zijn. Dat ik denk, weet je, kom, het is goed zoals het is of zo. En ik word gelukkig omringd door mensen die alles heel goed voor me kunnen regelen. Hè? Jacques de Kok bijvoorbeeld, maar ook... Die nemen jou de wind uit de zeilen. Ja, daar ga je ook een beetje tegenaan leunen. Makkelijk, weet je. Ik wacht wel totdat hij me opkomt halen. Maar daar blijf je ook goed van, hè? Ja, precies. Maar die mensen, en ook jongens bijvoorbeeld... Mijn geluidsmensen en zo, keiharde werkers, diepe buiging. Die jongens hebben echt geleden onder corona, zeg maar. Want die hadden voor kapitalen aan licht aangeschaft, omdat het perfectionisten zijn. En die ene jongen heeft zelfs zijn huis moeten verkopen. Ja, ik bedoel, het is meer dan erg. Dat is vreselijk, hè? En ja. En maar ja, die is ook te trots om... Je mag hem ook niet helpen. Het komt allemaal goed. Maar goed, gelukkig zijn we weer bezig in het theater. Er woont nog steeds een kind in mij, een spoedig kind met een gitaar, leeft nog in mij. Heeft intussen veel geleerd, haar kunstjes geperfectioneerd, kan ook heel volwassen zijn, maar ze is eigenlijk nog zo klein. Er leeft nog steeds een kind in mij, dat krattensjouwend, snoepjes kauwend kind in mij, zat in een pakhuis weg te dromen. Van theaterstudio's en al zijn die dromen uitgekomen, ze is niet meer zo zorgeloos. Want ze weet dat in die glamourwereld niet alles goud is wat er blinkt, maar dat het soms zo pikkelhard is, tranen worden weggesmeerd. Misschien daarom dat het kind in mij van tijd tot tijd weer opduikt, zich bevindt in mij. Bang om uit de groep te vallen, angst van doe ik iets verkeerd. Maar oh, zo blij dat zij hier doorgaan, vriendjes wordt getolereerd. Er huist nog steeds een kind in mij, zo jong en toch al levenslang bevriend met mij. Soms baldadig opgetogen, laat ik haar een poosje toe. En al heeft ze lijnen om haar ogen en is haar lichaam soms wel moe. Want ze weet dat in die glamourwereld niet alles goud is wat er blinkt. Maar dat het toch zo pikkelhard is, tranen worden weggesmeerd. Er woont nog steeds een kind in mij, dat zelf nog kinderen op moest voelen, kind in mij. Soms zelfbewust en heel daadkrachtig, soms ook wijs en moederachtig, dan ineens vol gekkigheid. Ik raak dat rare kind niet kwijt. Tineke Schouten met Kind in mij. Prachtig liedje. Zullen we nog even hier afsluiten, Tineke? Ja. Lukt dat? Ja? Het is allemaal een hoop. Wat zeg je? Ja, dat lukt natuurlijk wel. Prima. Je bent pas 67 per slot van rekening, laten we eerlijk zijn. Oh, dat mag je natuurlijk nooit zeggen over een vrouw, hè? Nee. Ja, mag je zeggen, hoor. Vind je dat moeilijk, dat ouder worden? Staat in alle bladen. Ja, ik vind ouder worden niet heel, heel leuk, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk, ik mag hartstikke dankbaar zijn. Want dat zeg ik nogmaals. Je mag er nooit over klagen, alsjeblieft. Ik ken zoveel mensen, hebben zoveel in die loop van die 38, 40 jaar... bij mijn kleedkamer gehad. Mensen die ziek waren of te jong en verschrikkelijk. Dus ik ben met elke dag super dankbaar. Maar ouder worden, ja, liever bleef je gewoon eeuwig 45. En mocht het leven eeuwig duren, dat wel. Wat vind je het ergste dan eraan? Lichamelijk? Of kleine dingen die je gaat mankeren. Weet je, je denkt, als het er maar weer uitgaat, gaat er gelukkig nog steeds uit. Maar dat je soms denkt, oef, begint zo ouderdom? Of oh, ga ik dit krijgen? Ja, wanneer begint het echt, hè? Ja, het sluipt erin, hè? Ja, het sluipt erin. De randverschijnselen ook, die er een beetje bij precies. Hoort, natuurlijk. En vooral de spiegel en zo. En vooral ook, vind ik, als artiest wil je er toch een beetje fris en goed uit blijven zien. Maar ik ben ook geen mens voor spuiten of dingen. Of niks zou niet durven. Nee. Ik zou bang zijn voor mijn mimiek. Maar ja. Het gaat meestal, ziet het er ook niet mooier uit. Als je vrouwen van jouw leeftijd ziet, hè, die dat wel doen. Ja, er zijn sommige, ik noem geen namen, maar er zijn, dat weten we allemaal. Hè, mensen zonde. Die veel te veel doen eraan. Ja, het is zonde, ja. En dat maakt je eerder dan ouder?
Ja, dat is ook waar. Denk ik? Ja, er zijn mensen waarvan je denkt, had nou maar niks gedaan. Want, ja. Want nu ga je denken, je zal wel veel ouder zijn, want... Precies, dit, je hebt dit dat klopt gedaan. Niet. Ja, 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 dat is waar. Ja. Ja, misschien voor het typetje Marijke Helwegen zou het makkelijk zijn. Ja, die heb ik wel eens gedaan, natuurlijk. Ja, dat is de hele tijd zo. Ja. Ja. We zitten aan de tijd. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Ja, ik ook, want gezellig met jullie altijd. Ja, nou, dat vinden wij ook. Dat is lang niet geweest, hè? Veel te lang. Ja, we hebben net gekeken, 2020 was het. Nou, komen we vaak. In ieder geval aan dat je vaker hier moet komen. Ja, ja, absoluut. Nou, de volledige speellijst staat natuurlijk op tinekeschouten.nl. Je komt overal nog van Lelystad aanstaande zaterdag dus, maar ook in Hilversum, IJsselstein, Roermond, Alphen aan de Rijn, Hogeveen, Winterswijk, Gerugewaard, Den Helder, Rotterdam, Barneveld, Deventer, Apeldoorn, Drachten, Zaandam. Heerlijk. Ja, ze kunnen op mijn website kijken ook. Ja, zeggen tinekeschouten.nl en ook via onze gemistpagina waar jouw optreden ook op komt te staan. Er staat ook een linkje weer naar de speellijst.